Johan, welkom in mijn strandcabine hier. Het is heel schoon. Heb je het zelf ingericht? Ik heb het niet zelf ingericht, maar ik ben er wel heel blij mee. Ik ook, ja. Fijn. Johan, vertel mij eens, wat is jouw mooiste herinnering aan The Hummingbird Project? De ochtenden met Jesse Eisenberg samen in de auto van Montreal naar de plaats waar we draaien. Dat was gewoon heel, heel fijne, open, eerlijke, grappige, intelligente gesprekken. Dat was mijn mooiste herinnering. Ik heb ook ergens opgevangen dat jullie goed bevriend zijn geraakt. Maar goed bevriend, hij is al bij mij op bezoek geweest. Ja. En hij heeft in het bed van mijn dochter geslapen. Mijn dochter was er wel niet. Maar hij is met zijn familie bij mij op bezoek geweest al. We zijn naar de Gentse feesten geweest. En Ik wil ook meegaan volgende keer dan. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ik zal je uitnodigen. Is dat eigenlijk heel anders, een Canadese filmset dan, of een Belgische filmset? De basis is hetzelfde. Overal begint het met actie en eindigt het met kut. En daartussen zetten mannetjes... Eigenlijk, de structuur van een filmset is overal hetzelfde. Er zijn verschillen natuurlijk. In die zin dat dit een film was met redelijk qua budget, denk ik. Grote machines en dit en dat. Maar het spelen is hetzelfde. Het is eigenlijk identiek hetzelfde. Ja. Johan, je bent ooit master geweest van dit festival ook. Ja. Welke taak moet een hele goede master zeker goed volbrengen? De taak die ik op mij heb genomen en die ik goed heb volbracht, denk ik, is het ontvangen van de gasten. Het ontvangen van de buitenlandse gasten, veel pintjes gaan drinken samen gaan eten. En dat was toen ook nog zat ik ook nog in een jury. En ja, eigenlijk een soort onthaalfunctie is dat eigenlijk. Okay. En dat heb ik met verve gedaan, denk ik. Wie was de meest memorabele gast die je hebt ontvangen hier? 2013 was dat, geloof ik, hè? Waar ik meest herinneringen aan heb, is in de jury zat de DOP van Empire Strikes Back. Dus de DOP van de Star Wars dingen. En, je hebt er veel aan gevraagd. Ja. Ik ben ook wel echt een fan en zo. En dat vond ik wel echt starstruck. Wel wow. En voilà, dat is het. En dan ja, wat Vlaampjes. Vlamingen, goede vrienden. Die je dan ineens ontmoet in Oostende. Je moet dan af en toe een speech kunnen geven. En dat is gewoon fijn. Het is een fijne job. Die pintjes drinken, dat kun je vandaag ook, hè? Ja, maar ik ben een beetje ziek. Dus ik ga vandaag geen alcohol drinken. Teetje dan. Ook niet.